Dit is Trudeau FM. Bij ons Tim Rozen voor Trudeau FM, een van de kunstenaars van Sint-Truiden die deelneemt aan de actie Zet ziek zijn schaakmat van de Mediclowns. Welkom Tim. Tim, stel jezelf eens even kort voor. Ik ben Tim Rozen uit Sint-Truiden. Ik ben metaalsculpteur, kunstenaar, al enige tijd. Ik werk dus hoofdzakelijk in metaal, brons, gelakt ijzer, eigenlijk alle ijzerproducten. Ja, dat is je hoofdberoep? Gedeeltelijk. Ik ben eigenlijk kunstsmid van beroep en beeldende kunst is wat erbij gekomen is al een aantal jaren. Dus ik probeer de twee te combineren. Ja, je bent van Sint-Truiden, ook woonachtig in Sint-Truiden. Zeker, ja. Goeie band hier met deze mooie stad. Altijd geboren en getogen. Wel, zo hoort het natuurlijk. Ze hebben jou dan benaderd voor de actie van de Mediclowns. Hoe hebben ze dat precies gedaan? Ik heb contact gehad met Rienzo. Die heeft mij gevraagd of ik geïnteresseerd was om mee te doen aan dit project. En dat sprak me eigenlijk van het begin enorm aan. Het was even zoeken naar tijd om eraan te werken, maar het is uiteindelijk toch nog vrij vlug gegaan. En hoe goed kende je de Mediclowns al? Ik kende ze van naam eigenlijk, maar ik had er eigenlijk nog geen contact mee gehad. Dus je hebt een beetje opzoekwerk verricht? Ik heb een beetje opgezocht hoe het juist in elkaar zat. En heb je dan lang moeten twijfelen om je deelname te bevestigen? Eigenlijk niet, nee. Dat was vrij snel beslist. Ja, je wou je inzetten voor het goede doel. Zeker. Je hebt dit schaakstuk hier gemaakt aan de rechterkant van mij. Hoe heb je dat precies ingekleed? Ik heb eigenlijk een combinatie gedaan van de twee stijlen waar ik in werk. Eentje is zijn de robots, is waar ik recent mee begonnen ben. Ik heb een bronzen robotje genomen met dan armpjes en beentjes in ijzer gelakt. En de toren zelf heb ik bekleed met plaatstaal, wat eigenlijk een referentie is naar mijn ander werk, meer duistere werk. En die twee pasten eigenlijk in dit werk perfect samen. Ja, en daar heb je dan ook je inspiratie gehaald. Zeker, ja. En hoe lang ben je daar eigenlijk mee bezig geweest? Want het is wel een heel mooi, het is een van de grote schaakstukken, denk ik, ik denk, gemaakt worden. Dat ging vrij snel, echt. Uren opplakken is heel moeilijk. Meestal tussendoor een paar uurtjes aan doorgewerkt en opnieuw begonnen. En ik denk een dag of drie was het eigenlijk wel. Wel klaar. En je bent er ook helemaal tevreden over? Ik ben er heel tevreden over. Ik hoop de andere mensen ook. Ja, in december gaat het geveild worden. Ja. Hoeveel hoop je dat het gaat opbrengen? Ik hoop dat het een mooi bedrag gaat opbrengen. Om de juiste prijs op te plakken is natuurlijk moeilijk. Maar iedereen kan erop bieden. Wel zeker en vast te doen bieden op dit mooie schaakstuk van Tim Rozen, kunstenaar uit Sint-Truiden. Tim, bedankt voor dit interview voor Trudeau FM. Dit is Trudeau FM. Trudeau FM.